Hun lengte, leeftijd en kleding is hetzelfde. Alleen hun etniciteit verschilt. Wat voor soort jongen was het? Die bezig... Ik denk een vader. Vond u hem verdacht eruit zien? Nee. Wat dacht je? Niks. Je dacht niks? Ja, hij is een sleutel kwijt, dacht ik. Dat is mij ook wel eens gebeurd. Ja. Maar waarom zei u niks? Nou, omdat hij zo rustig was. Nou, het leek me wel zeg maar, iemand die ook vader zou kunnen zijn. Hij zag gewoon netjes uit, zoals ik er ook uit zou zien. En het zou mij ook kunnen gebeuren. Ja. Is die fiets van jou? Hoezo? Is die van u? Politiebellen. Gaat u politie bellen? Ja, natuurlijk. Goeiedag. Je bent je sleutel vergeten. Ja, zeker. Klopt. Nee. Sorry? Is het jouw fiets? Hoezo? Ja. Het ziet er verdacht uit als iemand een heer en damesfiets met een kinderzetje gaat jatten. Hoi. Hey. Vertel eens, wat is het verhaal? Waarom maakte u foto's? Oh, ik kan het altijd nog een keer opsturen naar de politie of zo, denk ik dan. Deze meneer is bezig. Ik dacht even, ik ga er wat van zeggen. Maar toen dacht ik, ja, goh, straks krijg ik een klap op mijn hoofd met die grote nijptang. Ik dacht, waarom doet niemand iets? Maar ik dacht ook, ik ga er zelf niks van zeggen, want u weet, doet hij mij wat aan. Ik denk dat u weet waarom dat ik kom. Hoi, goeiedag. Nadat onze fietsendieven alle drie een half uur bezig zijn geweest, kan je stellen dat de meeste mensen zich identificeren met de witte jongen. Terwijl ze de donkere jongens verdacht of zelfs gevaarlijk vinden. En daarom vaak de politie bellen. Bovendien wordt de witte jongen zelfs geholpen. Patronschaar? Ligt het hier met patronschaar? Ja, als je hem hier gewoon knipt, weet je. Zo gebeurt. Tot twee keer toe. Ja, wel op maatje. Zou wel fijn zijn, ja. Knippen? Ja. Als wit persoon hoef je je onschuld niet te bewijzen. Je bent in principe oké, totdat het tegendeel bewezen is. Dit voordeel wordt ook wel wit privilege genoemd.